Hoe ging die ook alweer? Lief klein konijntje met een vliegje op zijn neus. Nou jij. Komt het dan niet op. Oké. Hi, Maurice. Ja. En bel ik gezellig. Ja, doe maar. Dankjewel. Dankjewel. Dat is wel gedaan bij ons. Ja, dat gaat vast leuk uit. We zijn nog in de grond. Zeker, ja. Het ziet er goed uit. Dat je het bovenste niet aan mag snijden, nee. Want dat brengt ongeluk. Oeh, dat doen we dus dan niet. Neem je vannacht mee in, ja. Stop je in de diepvries. En als de eerstgeborene er is, dan mag je hem eruit halen. Oké. Okay. Even niet kanten, dat kan al lang duren. Ja, maar goed, dat is de traditie. Misschien moet je even meer naar de houdbaarheidsdatum. Ja, precies, ja. Ja, dat werd licht gedaan. Dat heel goed, jij ja, hebt het traditie uitgelegd. Oké, okay. Dan snij je hem een stukje af. Ik assisteer zo verder. Ja, maar snijden. Ja, dat was. Ja, ik ben er wel vast niet zo. Je bent ook zo. File. Proost, hè? Ja,
Oh, lekker. Oh, die open is gewoon lekker. Ja, oh, heel lekker. En de eerste slok je niet aan, hè? Action. Ja. Ja, deze is voor Dope & Help. Voor het getuigenvolg op ons huwelijk. Ook een beetje als symbolisch iets. Je hebt eigenlijk vandaag je zoon weggegeven. En je hebt er een dochter voor teruggekregen. Ja. Goeie ruil. Goeie ruil. Ja. Oh, dat betekent dat jullie een zoon hebben gekregen. Oh ja! Yeah. Ben ik een broer? Oh! Niet? Kom op! Nee! Ik wil een broer! Nee hoor, jij bent geen broer. Hij ligt op een kussentje. Oh, ik ben geen broer. Alleen maar twee. Zussen. Kijk, ja, mama. Dank je wel. Chloe is bij oma. Mama, dit cadeautje wat Nel heeft gekregen, daarvan krijgen jullie nu de andere helft. Dit is een cadeautje, anders als dat we hebben, maar samen is het een setje. Dus die is voor jullie. Dankjewel. Nou, even kijken hoor. Mooi. Kost al wat niet, hè? Och, kwam de kost daar. Kosten nog nooit gespaard. Dus, geen bier meer, jongens. Dit was het feest. Dit was het feest. Als je nog een stukje brood wilde, dan zou ze het al aan. Wat een bruidegommetje. Nou, kijk eens. Kijk eens. Een bruidegommetje. Maar je blijft toch een boer, hè? Ja. Wat doe je toch? Nou zeg. Jongen. Hé, we hebben een tijd... heel veel ondernomen. Heel veel dingen gedaan, leuke dingen gedaan. En ja, het land Australië is ooit gevallen. Wat toch een wens was. Ga je nou niet geen dingen in je hoofd halen dat je denkt van. Want daar zul je wat voor moeten doen. We hebben ook heel veel voor jullie gedaan. Onder andere boodschappen, zoals je ouders, je broer en je zus. Van, kunnen jullie even dat voor mij halen? Maar wij hoeven geen bonnetje. Dus als jullie naar Australië zouden willen gaan, zou ik zeggen, pak dan eerst dit maar uit. Samen. Ja, wij hoeven inderdaad geen bordjes. Nu ook niet. En als jullie al die bordjes netjes betaald hebben, dan kunnen jullie misschien naar Australië. Ah, we kopen echt nooit iets bij de Vibra. Dat schelen ze wel. Dat doen we ook nooit. Action! Ja, kom je altijd. Moet ik al de boodschappen voor je doen? Dat is geweldig. Dus betaal die rotzooi dan maar een keertje. En dan komt het goed. Kunnen jullie een keertje gaan? We hebben bonnetjes! De bon is heel bereikt! De bon is heel bereikt! Ja, mooi! En je hebt mee naar de ja, precies. In de kofferbak. Mooi, hè? In de kofferbak. Met zoveel bonnen ga je weg? Ja, misschien. Ja, gaat ze weer. We willen net wat betalen. Slechte zaak. Ja. Blijf je die op? Nou weet je hoe je tante echt is, hè? Ja. Ja. Nee. Nou, het is een hele tijd dat je het mag. Ja.
uit. Voor opa en oma, maar... Oh. Ja, misschien toen ze jong was. Ja, het is straks aardig goed om te staan. Ik denk dat ik al neergeslapen heb. Ik ben aan Stamfeniek zitten. Ik was hier al zo'n paar. Ja, hier, daar. Dat is helemaal naar voren, hoor. Tot ziens, dankjewel. Doei, fijne avond. Doei, fiets voorzichtig. Wel thuis. Wel thuis. Shit. Wel thuis. Goeie reis. Ja, jullie maar als een gek natuurlijk boodschappen doen bij de Albert Heijn. Ja, man, ik ben al helemaal arm. Nee. Ja, helemaal arm gewupt. Ik ben een grote wup. Ik wil er... Maakt me niet uit wat ik koop, ik wil alleen een grote wup. Geef het geld zo wel. Ja, precies. Hey. Hoe die bent jullie hebben? Van 500 euro, gewoon schappen hier, alsjeblieft. Oh, 100 euro, Max. Max? Ja, ik had de Max. Je hebt veel te veel geld gehaald voor die band, Chris. Ja, dankjewel. Ik hoop dat je een hele fijne dag wil zijn. Ja, dat hoop ik ook. Van Willigen, ja. Het is de vader, dus die denkt bij zichzelf, wacht even. Als ze naar Amerika komen, dan...
Ik word daar zo moe van dansen. Ik dans die PME, ik ga slapen. Ja, dat komt.